Deze nieuwsuitzending die gaat over de Europese verkiezingen van 23 mei aanstaande 2019 en dan het onderwerp uh, CO2 en klimaat. Als ik me goed herinner, dan was er een, in Parijs een klimaatakkoord overeengekomen lijkt me typisch iets Europees. Denk je ook niet? Ik schenk even een bekertje thee in. CO2, laten we daarmee beginnen. En dan de, de partijen, wat ze er allemaal van vinden. En bij CO2-toestanden, dan denk ik gelijk aan de VVD. Die van plan is om Nederland CO2-neutraal te maken. Dat betekent dat we per saldo geen CO2 mogen produceren. En dat wil de VVD doen door alle energievoorziening te voorzien via zonnepanelen. Daar komt het op neer: geen fossiele brandstoffen meer, want ja, dan produceer je CO2. Dat lijkt me nogal wie dus. Als je het aardgas daar in Groningen omhoog pompt, en dan ga je het allemaal lekker burn, baby burn, disco inferno, ja, dan produceer je CO2. Als je benzine importeert, aardolie importeert vanuit Saudi-Arabië, Irak, en dat doe je naar een penis, en die maken daar benzine van en kerosine en al die dingen, en dan steek je in de hens, ja, dan produceer je CO2. Dus dat is niet CO2 neutraal. Dus moet je gaan werken met zonnepanelen. En dat gedoe met die Tesla-auto's, wat ze er nu uh, subsidie over verstrekken, ja, dat slaat helemaal nergens op. Want die elektriciteit die, die, die nodig is voor die Tesla-auto, die wordt opgewekt in conventionele centrales. Die worden gestookt met aardgas en aardolie. En we nemen geen kolen. Kolencentrales, dat hebben ze nog in China. Dat wel. Daar zijn zelfs in de 21ste eeuw een hele hoop kolencentrales bijgebouwd. Dus kennelijk hebben ze daar in China niet zo'n last van het klimaat. Of klimaatangst, of CO2-gekte. CO2-fobie of zo. Die Chinezen denken daar een stuk relaxter over. Die hebben nog kolengestookte centrales erbij gebouwd. Toen ze in Amerika aan het sluiten waren. Begreep destijds ook geen hand. Maar wij hier in Europa moeten dan gaan. Uh, ja. Dat mag allemaal niet meer. En Tesla-auto's die rijden dan op elektra alvast. En dan nu is het dan nog zo dat die elektra die wordt dan opgewekt met fossiele brandstoffen. Of ja ze dan fossiel zijn, is ook weer een vraag, maar uh, met koolwaterstofachtige dingen. Dus het is helemaal niet CO2-neutraal als jij in een Tesla rijdt of een andere elektrische auto, ben jij maf. Het is alleen zo dat die auto produceert geen CO2. Nee, die CO2 wordt geproduceerd door de Hunze Centrale of de Amers Centrale of de Hemweg Centrale of zeg het maar. Ja, ben je nog even bij de les? Ja. <laughs> nou, CO2 wordt geproduceerd door de mens. Heb ik net uitgelegd. Als je methaan of olie verbrandt, produceer je CO2. Het produceren van CO2 door de mens is toegenomen sinds de industriële revolutie. Eind van de 19e eeuw, zo'n beetje. Dat is duidelijk. Daarvoor werd er ook CO2 geproduceerd. Want die stoute planten, die absorberen CO2. Ja, gemeen, hè, van die planten. Die zitten mooi die CO2 naar binnen te slurpen. Dat doen ze via de huidmondjes. En zo kunnen ze ook zien dat er tijden waren dat planten. Meer huidmondjes hadden dan andere tijden. En dat is direct gecorreleerd aan de concentratie CO2. Want als je vrij veel CO2, relatief veel CO2 in de atmosfeer hebt, dan hebben planten minder huidmondjes nodig dan wanneer er weinig CO2 in de atmosfeer zit. En ze hebben van die hele oude bladeren gevonden. Waaruit, ja, kunnen ze die tellingen uit doen? Dan kunnen ze bepalen dat er dus toen zoveel CO2 in de atmosfeer zat. Nou, die planten die slurpen dat eruit. En die CO2 die komt vanzelf weer terug. Want die planten verminderen dan de CO2-concentratie. Door die CO2 via de huidmondjes op te nemen. Via fotosynthese. Er moet er licht moeten komen. Je hebt dat spul nodig, dat heet chlorofiel. Dat is ook de reden waarom een plant groen is. Dat komt door het chlorofyl. Dan heb je zonlicht, CO2 en chlorofyl. En dan wordt de CO2 gereduceerd tot koolwaterstof. En als een plant dan doodgaat, dan komt er een rottingsproces. En uiteindelijk wordt die koolwaterstof dan weer geoxideerd. En dan krijg je weer CO2. Dus, dat heet de koolstofcyclus. Dat is een heel natuurlijk proces. En dan ligt het eraan wat het evenwicht is. Dus de hoeveelheid koolstof die zich bevindt in de planten. Met name in planten, ook in dieren. En jij bestaat ook voor jouw meest belangrijke element van jouw lichaam. Niet in kilo's, dat is namelijk water, H2O. Maar je meest belangrijke constituerende element is koolstof. En als jij als mens sterft. Dan laat jij die koolstof. Of dan, ja, jij bent er niet meer bij, maar die koolstof wordt dan geoxideerd. Letterlijk bij een crematie. Maar ook al word je in de grond gestopt, en dan duurt het wat langer, maar die koolstof komt weer vrij in de vorm van CO2. Uiteindelijk. Dat wordt weer geabsorbeerd door planten. Die planten worden weer gegeten door andere mensen, nieuwe mensen. Die worden daar lekker dik van. Dan wordt die. Koolstof is dus opgeslagen in die mensen en dan gaan die mensen weer sterven. En dan wordt er weer CO2. Ja, het is een, zieke, het is een, een evenwicht. Heet dat dus. En er zit zoveel koolstof in de levende planten, dieren, mensen. En zoveel koolstof in de atmosfeer. En in de atmosfeer is het dan altijd CO2. Zo goed als altijd. Koolmonoxide kan ook, maar dat is instabiel. Dat wordt. Uh, nou, dan heb je. Uh, ja, koolmonoxide wordt zo koolstofdioxide. Er moet een beetje zuurstof bij komen. En dan heb je CO2. Nou, dat wordt dan weer gereduceerd tot koolwaterstof. Enzovoort. Enzovoort. Nou, en dan is nu de vraag: van ja, wij zitten dan die, uh, die aardolie en dat aardgas te verbranden. En dat produceert CO2. Nou, als je ervan uitgaat dat het fossiele brandstoffen zijn. dan waren dat vroeger dus levende beestjes en levende planten. Dat gelooft overigens niet iedereen. Jurk Liesman bijvoorbeeld gelooft dat niet. En er zijn nog wel meer mensen die dat niet geloven. Een of andere Rus die geeft les op een Zweedse universiteit. of een Zweedse onderzoeksinstituut, City. En die gelooft het ook niet. Die beweert dat die koolstof. Ja, die zit in de kern van de aarde en onder grote druk wordt dat koolwaterstof en dat zijpelt naar boven. En dan kan je dat dus uh, gaan winnen. En hij zegt dan ook van ja, je hebt van die olievelden en die zijn dan op moment X, zijn ze dan helemaal leeg en dan worden ze in de steek gelaten. En dan stromen ze, en dan gaan ze jaren later weer een keer kijken en dan blijkt er weer aardolie te zitten. Anyway, zo kunnen wij dus de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer doen toenemen. De vraag is hoeveel, wat is de bijdrage van die verbranding van abiotische aardolie? Dan moet het, punt 1, moet je zeker weten dat het abiotisch is en dat het uit de kern van de aarde komt. En dat het dus nooit eerder uh, in het levende deel van de aarde zat? Lijkt me een heel gedoe om dat te bewijzen. Het is een leuke theorie van die man, hoor. Daar niet van. Het zou waar kunnen zijn, maar, maar daarmee, eh, dat het waar zou kunnen zijn, betekent niet dat het onomstotelijk waar is. Het is een hypothese, het is een gedachte, het is een vermoeden. En het zou kunnen verklaren waarom aardolievelden, wanneer ze eerst leeggepompt zijn. na een aantal jaren weer enigszins dat er weer aardolie zit. En hoeveel dan precies, dat weet ik niet. Daar laat die man zich ook niet over uit. Dus hoe snel dat dan gaat, dat weet ik ook allemaal niet. Maar ja, dat zegt die man. Nou, het zou kunnen dat het waar is. Maar goed, terug naar die CO2-concentratie. Als die CO2-concentratie uh, toeneemt, ja, die planten die absorberen dat toch wel. Dan moet je ze wel de kans voor geven, je moet niet alle bomen gaan kappen en dat soort dingen. En ik zou er ook aan gaan denken om zoiets als de Sahara en de Kalahari en de Gobi-woestijn en er zijn er wel meer van dat soort projecten, om die lekker vol te plempen met uh, aardbeienplantjes en dergelijke. Dan heb je nog een beetje lol van je CO2. Maar goed, waar nou die CO2-stijging nou precies vandaan komt? Uh, los daarvan, uh, wat is daar het probleem aan? Nou, zeggen de mensen, sinds de industriële revolutie stijgt de mondiale gemiddelde temperatuur. Ja, haal je de koekoek. In de jaren 1600-1700 was het relatief erg koud. Dat heet de kleine ijstijd. En daarvoor was het erg warm. Dat heet de middeleeuwse warme periode. En daarvoor was het extreem koud. Dat heet de grote ijstijd. Ja, sinds de kleine ijstijd is het warmer aan het worden. Ja. Is dat erg? Waarom? Ik ben geboren in 1959. Ik nou, ben nu bijna 60 En in die tijd. is de mondiale temperatuur gestegen met 1 graad Celsius. Ja, dat is aan mij voorbij gegaan hoor. Dat is echt niet zo dat ik uh, toen ik 30 was. en het was een halve graad Celsius gestegen. dat ik toen helemaal puf van. Nou, is het warm geworden? Nou, erg warm. Nee, en nu ook niet. De afgelopen zomer was erg warm. Vond ik wel. Maar, om nou te zeggen dat ik daar last van had. Nee. nee. Ik vond het wel lekker eigenlijk. Lekker op het terras zitten. Biertje erbij, blootje erbij. Toen dronk ik nog en rookte ik nog. Oh, ik had me helemaal naar mijn zin. Man. Het was te warm om te werken. Nou, dat zat zeker goed. Want ik was toch als een ketellapper aan het suipen. Kon je mooi zeggen tegen al je klanten: Ja, het is zo warm, het kan niet werken hoor. En dan niet vertellen natuurlijk dat je al drie van die halve liters in je mik hebt. Hè. Nee, daar had ik helemaal geen last van. Zo'n warme zomer. Ja. En ja, het was een warme zomer. Maar ja, er waren ook weer zomers daaraan voorafgaand die helemaal niet zo warm waren. En ik weet niet wat de komende zomer wordt. Ik hoop weer net zo warm als de vorige zomer. Ik vond het echt wel lekker. Maar dat weet je niet. Hetzelfde geldt uh, niet. Ja, nou pech. Uh, moet ik dan van in paniek raken? Nee, natuurlijk niet. Ja, het is alweer een hele tijd geleden dat er een elfstedentocht was. Ja, nou min. Wat maak mij dan uit? En je gaat mij niet vertellen dat het er geen Elfstedentocht is... omdat de mondiale temperatuur met 1 graad Celsius is gestegen. Nee, voor een Elfstedentocht moet je er langdurig... Uh, iets van min 10 graden, min 9 graden moet je hebben. Ja. En langdurig, daar gaat het vooral om. Dus als je langdurig... Nou, uitgaan van een 1-graads stijging. Dan nou, heb je heel langdurig... Uh, Min 9 graden A, min 8 graden, ja, dan heb je nog steeds een elfstedentocht. Maar het moet wel langdurig. Ja, als dat er niet in zit, heb je geen elfstedentocht. Jammer. Komt het door de mondiale temperatuurstijging? hoe kom je erbij? En daarbij wordt die temperatuurstijging wel veroorzaakt door de CO2-concentratie. Ja, zit iedereen, want CO2 is een broeikasgas. Oh. Moet jij voor de gein eens even? Hè? Moet je op Google, op internet hè? even zoeken? Proof, CO2 is a greenhouse gas. Je vindt helemaal niks. Ik heb het namelijk gedaan. Helemaal niks. Het enige wat ik vond was een artikel van de BBC. Van, uh, ja, een soort debat tussen klimaatwetenschappers. En daar was dan een uh, filmpje waarin ze dan lieten zien dat ze daar een experiment uh, voor hadden opgezet en uitgevoerd. En daaruit bleek dat CO2, dat was een broeikasgas. En er was inderdaad uh, eerst een stukje tekst en uh, wetenschapper A zegt dit, wetenschapper B zegt dat. Toen kwam er dus een stukje waarop je kan zien van ja, daar stond ooit een filmpje. Dat was een zwart stukje van 10 bij uh, 7 centimeter en daarin stond in witte lettertjes de inhoud van deze video is niet langer beschikbaar, maar dan op z'n Engels. Ja, dus daar stond het niet. En voor de rest kon ik helemaal niks vinden. Jullie misschien wel. Hè? Misschien dat ik achter een of ander filter zit. Dat mijn provider, ik zit bij online. Dat die dus uh, dat soort dingen voor het bewijs dat CO2 een broeikasgas is... dat die eruit gefilterd worden door online. Ja, het zou kunnen. Mijn benedenbuurvrouw, die kan ik via de wifi ook nog gaan surfen. Ja, die zit volgens mij niet bij online. Dus misschien dat ik dan moet gaan surfen via de Buf. Of dat ik een keer mijn Mac meeneem naar het, uh, naar het café de wacht. Daar hebben ze ook uh, wifi. Hebben ze een leuk wachtwoord, joh bij café de wacht, voor de wifi. En dat is namelijk 5 euro. Dus als je daar in de barman vraagt van uh, wat is het wachtwoord, en wat hij zoals gezegd dat is 5 euro. En dan worden mensen helemaal boos. Wat is het voor uh, oplichterij? Ja. ja, ja. Het wachtwoord is 5 euro. V-I-J-F-E-U-R-O. Dat is het wachtwoord. Ja, of het is het cijfer 5, dat weet ik ook niet. Moet je toch maar even vragen achter de bar. Nou, moet je daar maar even gaan surfen dan. Hè? Kijken of jij het wel kan vinden. Ik kon het niet vinden. Terwijl het experiment heel makkelijk is. Wat je nodig hebt is een hele grote, of heel grote, een, uh, een, een glazen uh, lichtdoorlatende, ook UV-lichtdoorlatende fles moet je hebben. Dus een in ieder geval plastic uh, fles moet je hebben. Ja, en die ene fles die vul je met een mengsel van stikstof en zuurstof met een verhouding van uh, 4 tot 1. Dus 80% stikstof, 20% zuurstof. En daar doe je dan 0,03% CO2 bij. Dat is heel weinig. Een heel klein beetje CO2. Nou, en in die andere fles doe je precies hetzelfde. Maar dan doe je er 0,04% CO2 bij. Dat is nog steeds heel weinig. Nou, in die fles heb je temperaturen. Metertjes geplaatst. Tegenwoordig werkt het allemaal heel handig met, uh, ja, met, met stroom. En die stroom. Die fles moet je natuurlijk afsluiten. Die stroomdraadjes moet je dan door de kurk leiden. Helemaal luchtdicht en alles. En die stroomdraadjes die doe je in een analoog-digitaal converter. En die sluit je aan op je PC. En dan kan je op je schermpje aflezen. wat de temperatuur is die dat dingetje. die die sensor aangeeft. Nou, dan heb je een ledlamp. Die bootst zonlicht na. En die ledlamp die schijn je. Nou, oh, twee identieke lampen Ik kan je tegelijkertijd doen. Maar je laat die lamp in ieder geval schijnen op die ene fles met maar 0,03% CO2. En dan ga je kijken hoe de temperatuur stijgt. Uh, binnen die fles. En vervolgens. Uh, Doe je het op dat andere ding, op die andere fles waar die 0,04% in zit. En dan kijk je hoe die daar stijgt. En dan ze, heb je dan aangetoond. dat die in die 0,04% fles veel meer stijgt. Ja, dan kan je zeggen dat er sprake is van een broeikasgas. Heb je het dan netjes aangetoond? En wat kost zo'n experiment nou? Helemaal niks. Lijkt me toch echt heel simpel hoor. Maar ja, het zal wel aan mij liggen. Het is wel moeilijk natuurlijk, want die wand van zo'n fles of zo'n container, die kan natuurlijk ook opwarmen. En dat verstoort natuurlijk het opwarmingseffect, want in de atmosfeer heb je niet een dergelijke wand die op kan warmen. Daar moet je dan iets slims op verzinnen. Misschien dat je die wand moet... En misschien toch een wat grotere fles. Dat je dat, je dat het verwarmingseffect van de wand... Dat je dat elimineert. Nou, daar moet je maar even over nadenken. Maar veel geld kan dat niet kosten. Dat experiment is helemaal nooit gedaan. Dat zeg ik je. Het is een hoax. Ze brullen maar wat... Ze hebben helemaal geen experiment gedaan waaruit dat blijkt. Het is iemand is dat gaan roepen, en heeft gezegd CO2 is een broeikasgas. Kijk maar, want de CO2 is gestegen en de mondiale temperatuur ook. Kijk, als twee fenomenen in de tijd op hetzelfde moment optreden, dat betekent dat nog niet dat ze elkaar beïnvloeden. Dat ze elkaar veroorzaken. Daarvoor is een experiment nodig. Dat weet, dat, dat weet een wetenschapper. Dat dient een wetenschapper te weten. En wat je dan nu hoort, is dat ze brullen van ja, maar duizenden wetenschappers, die zijn het allemaal eens. En er zijn duizenden onderzoeken waarin het bewezen wordt. Ja. Maar als jij gaat zoeken naar CO2-proof uh, greenhouse gas, vind je helemaal niks. Niet één. Laat staan duizenden. Eén gaat bedrog. Naar mijn mening. En als jij denkt dat ik uh, het bij het foute eind heb, nou, dan moet jij even met Google even gaan zoeken. Want misschien komt het wel door het online filter. Het online er alles uitfiltert. Ja, weet ik veel. Maar ik heb er echt naar alle eer aan geweten, heb ik gekeken. En... Nou, ik kan het niet vinden hoor. Ja, behalve dat artikel van in de BBC dinges En daar uh, waar dan uh, het filmpje stond met de info. Ja, uh, die inhoud van de video was no longer available. Ja, dan heb ik er ook niks aan. Volgens oh, mij worden gewoon voor de gek gehouden. Punt. Dat is mijn indruk. En ga mij niet vertellen dat dat niet kan. Neem maar eens de proef op de som, hè. Dan uh, moet je een auto hebben. Uh, die doet het hartstikke goed, gewoon geen enkel probleem. Zelfs je vrouw vindt hem lekker rijden. En dan ga je met die auto naar een garagehouder die hij verder helemaal niet kent. Die ook die auto nog nooit van zijn leven gezien heeft. En dan zeg je tegen die garagehouder van ja, dit is een auto en hij reed altijd hartstikke lekker. Maar de laatste tijd vind ik toch dat hij, uh, ja, ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen. Maar het is net of het niet meer zo lekker rijdt. en Kan je er even naar kijken? Ja, wat, wat denk je dat die garagehouder dan zegt? En die zegt van nou ja, zeker, dan ga ik er morgen wel even naar kijken en, en dan bel ik je wel. Ja, en wat denk je dat hij zegt als hij jou belt? Dan gaat hij toch voorstellen: ja, tja, ik heb er even gekeken. En, uh, ja, inderdaad, hij uh, geeft een beetje hortend en stotend als je terugschakelt. En uh, ja, dan heb ik toch het gevoel dat hij ergens iets niet lekker zat. En toen ben ik eens gaan kijken en ik denk: ja, de oliefilters ja, die zijn wel toe aan vervanging, hoor. En de luchtfilter, dat uh, ja. Ja, het is wel goed dat u op tijd gekomen bent, want uh, ja, als je nou niet ingrijpt, en, ja, dan rijden we mee door. En, uh, ja, dat kan zomaar, uh, dat kunnen de kosten helemaal. Ja. ja, natuurlijk krijg je een rekening. Zijn daarmee alle garagehouders slecht? Nee, helemaal niet. Maar het is van nature dat een mens die zo'n kans krijgt, ja, die vindt wel wat. de, de andere proeft er som, uh, je voelt je echt kip en kip en kip lekker. Moet je naar de huisarts gaan, dan moet je zeggen: Nou, de laatste tijd ik ben een beetje moedeloos en het eten smaakt me niet meer zo goed. En ik kan ook niet goed in slaap vallen en, en ik word midden in de nacht wakker. En, uh, hè? en dan word ik s'morgens, uh, ja, echt, uh, ben ik nog moeier dan, dan ik s'avonds was voordat ik naar bed ging. En, uh, oh, 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 zegt de dokter: Ja, dan moet je me even naar het ziekenhuis. Ja. Terwijl je niks mankeert, hè? Ga jij naar het ziekenhuis? Uh, wat denk je dat ze vinden? Nou, je weet niet wat ze vinden, maar denk je dat ze iets vinden of dat ze niets vinden? Nou, ze vinden iets namelijk. Zijn daarmee alle artsen onbetrouwbaar? Nee, dat zeg ik niet. Maar in zo'n situatie vinden ze altijd wat. En dat heeft alles te maken met het economische aspect van hun bestaan. Ze hebben een kans om geld te verdienen. En die kans die grijpen ze aan met beide handen. Nou, de wetenschappers die werken precies zo. Want de wetenschappers worden geacht om onderzoek te doen naar feitelijke problemen en dan te komen met oplossingen. En daar worden ze voor betaald. Dan heb je nodig een probleem dat je op kan lossen. Dus je moet eerst kijken naar wat het probleem is en het probleem moet oplosbaar zijn. Hier. Er is een groep Deense wetenschappers geweest en die hebben dan gezegd, nou bij die stijging van de mondiale temperatuur... is het probleem... het, de mate, het, is, het probleem is de mate waarin de zon... qua activiteit gaat uh, variëren. Het heeft iets te maken met zonnevlekken. Ja, maar daar kan je niks aan veranderen. Hè? Kijk, als dat de oorzaak is van de stijging van de mondiale temperatuur... Ja, dan kan je dat niet oplossen... Die denen die alles, die, die, dat, die dat onderzoek hadden uitgevoerd, de opdrachtgever zei, oké, okay, nou, nou, dan weten we dat. Ja, er is verder dus geen biet aan te doen, want het komt door de zon. Door de activiteit van de zon, door de intensiteit van het zonlicht. Een hele voor de hand liggende, by the way. Want waarom zou de zonnestraling constant zijn? Niets is constant. Ja, er zijn... Dus, er gaan boze tongen dat zelfs de lichtzaamheid niet eens constant is. Die varieert dan een heel klein beetje, maar varieert. Uitspraak van Rupert Sheldrake. Er zijn ook mensen die beweren dat, het tota dat de totale hoeveelheid massa in het universum niet constant is. Het varieert een beetje. En niet veel, maar een beetje. Niets is constant. En zeer zeker de zon niet. Dat kunnen wij zien. Ja, er zijn van die zonnevlekken. En die, ja, die ontstaan en dan is het. Ja, en die denen die zeiden van ja, als, we, als wij die zonnevlekken waarnemen, dan, dan merken we dus hier op aarde dat de temperatuur stijgt. Nou, als je periodes hebt met relatief veel van die, van die vlekken, ja, dan gaat de aarde de temperatuur hier op aarde stijgen. Maar dat kan je dan verder niet oplossen. Maar als je nou beweert dat het komt door de CO2, en je maakt het aannemelijk dat het de CO2 is die door de menselijke activiteit wordt veroorzaakt. Want als die CO2. En daar heb ik ook nog nooit een bewijs van gezien. Want wat zijn de bronnen van CO2? Waar komt dan nou de meeste CO2 vandaan? Want vulkanen produceren ook CO2. Zo'n land als IJsland. Dat is een netto producent van CO2 natuurlijk. Met al die vulkanische activiteit. Maar daar is niks aan te doen. En de oceanen die scheiden ook CO2 uit. He, die absorberen het in sommige tijden. Maar in andere tijden gaan ze die geabsorbeerde CO2. die niet omgezet is in. of die misschien wel omgezet is in koolwaterstofmateriaal van planten. Maar dan gaan die planten gaan doden, die rotten weg of zo. Ja, dan worden er weer CO2. He. He, moet je moet eens kijken wat wij aan haringen eten uit de Noordzee. Enorme bakken met haringen. Nou, stel, wij zouden die haringen niet uit de Noordzee opeten. En ja, wat denk je dat die haringen blijven? Die hebben niet het eeuwige leven. Nee, die gaan dood. Nou, zo'n haring bestaat uit zoveel koolstof. Wat wordt dat? Dat wordt CO2. Klaar. Dat geldt voor al het levend materiaal. Het wordt allemaal CO2. En dat geeft een fluctuatie in de CO2-concentratie. En de CO2-concentratie fluctueert. De discussie is in welke mate en hoe dan. En hoe kan je dat het makkelijkste en het beste meten? Daar is een discussie over. Maar de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. die varieert al. De oudste metingen, schattingen, toestanden. die zijn van 11.000 jaar geleden. We weten het al heel lang dat het varieert. De koolstofdioxideconcentratie. En nu in ene. zegt de EU. van Oh, wat oh, moeten we wat aan doen? Op basis van gefantaseerd. Gefantaseerd van wetenschappers. Die bezig zijn met z'n allen om een oplosbaar probleem. Een oplosbaar probleem te verzinnen. En daarboven, we maken het nou voor een donder uit dat de mondiale temperatuur met een graad Celsius stijgt. De komende 100 nee, de komende 50 jaar. Maak het wel. Ja, maar dan gaat de zeespiegel stijgen en dan verdrinken we allemaal. Ga toch weg? De zeespiegel stijgt sinds de, 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 de laatste 100 jaar stijgt de zeespiegel, zonder meer. Die stijgt met een snelheid van uh, ongeveer 2 mm per jaar. Dus de mensen die in Zandvoort daar zo'n strandtent hebben. die maken zich helemaal geen zorgen hoor over die 2 mm per jaar. Dat is 2 mm per jaar en dat is dan uh, 10 cm per 50 jaar. Nou, hoe lang staan er al strandtenten in Zandvoort? Nou, laten we uitgaan dat het begonnen is na de Tweede Wereldoorlog. Die staan er al een jaartje of 50. Nou, die hebben dus die 10 cm zeespiegelstijging prima weten te overleven. Nou, die maken zich over de komende 50 jaar geen zorgen. Nou, dan kan je Rijkswaterstaat gaan bellen. Dan zeggen we: Oh, je ja, spreekt de minister-president. Uh, ja, ik, uh, ja ik, ik heb dus gehoord: uh, de, de zeespiegel steekt met 2 mm per jaar. En uh, wat denken jullie eraan te gaan doen? Qua dijkverhoging. Dan zeggen die mensen bij Rijkswaterstaat: Nou, voorlopig helemaal niks. ho, ho maar ja, niks doen is toch vragen om ellende? Nee, zegt Rijkswaterstaat we hebben die dijkhoogte, die hebben wij overgedimensioneerd. Kijk, als we toch dijken, dijken gaan neerzetten, ja, dan gelijk maar een beetje extra, want de zeespiegel die varieert, ja, en je hebt ook wel een springtij en zo, hè? En daar zijn de konings allemaal tegen. En ja, over de komende 50 jaar komt er dan gemiddeld 10 centimeter bij. Nou, zegt Rijkswaterstaat, we zullen er even een aantekening van maken. En dan gaan we over 20 jaar, 30 jaar nog een keertje kijken. Ten eerste gaan we kijken of die zeespiegelstijging, die dan nu voorspeld wordt, van 10 centimeter over 50 jaar, of die überhaupt uitgekomen is. Want dan moeten we dus over 30 jaar een stijging hebben van 6 centimeter. Dan hebben we die wel. Dat is vraag 1. Dat gaan we over 30 jaar even bekijken. Maar wat we niet gaan doen is dat we per jaar de dijk met 2 mm gaan verhogen. Dat doen we dus niet. Want dat is gekke werk. Dan ben je ideaal bezig. Dus. De zeespiegelstijging is geen enkel probleem. Dat het een graad warmer is geworden, mondiaal gezien, is geen enkel probleem. En uh, dat die warmte de stijging van 1 graad Celsius van de afgelopen 50 jaar, dat die door CO2 wordt veroorzaakt, dat staat er helemaal niet vast. En dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is toegenomen door de menselijke verbranding, de verbranding door mensen van koolwaterstoffen. Dat staat ook niet vast. Vast staat dat we een bijdrage leveren. Maar die bijdrage wordt ook geleverd door de oceanen en door de vulkanen. En nog wel wat andere processen. En in dat hele geheel van CO2-productie. Ja, welk percentage is dan van, van antropogene afkomst? Om maar een mooi woord erbij te halen: antropos betekent mens. Huh? Een beetje bij de les blijven. En Brussel, uh, dat lult maar wat. En dan moet je vooral zo'n partij hebben als de VVD. Die eventjes 60% van het landoppervlak van Nederland wil gaan volplempen met zonnepanelen. Uh, punt 1, dat is niet te betalen. En punt 2, uh, je bent 60% van je zonlicht kwijt. Ja, waar moeten landbouwers dan van doen? En mensen hebben ook zonlicht nodig. Je kan mensen niet de hele dag in de schaduw laten lopen. In Londen in de 19e eeuw had je van die hoge gebouwen. En daar hadden mensen niet of nauwelijks zonlicht. En die kregen daar iets wat wij noemen Engelse ziekte: Osteoporose. Veroorzaakt door vitamine D gebrek. Veroorzaakt door een tekort aan zonlicht. Nou, als je 60% van Nederland gaat afdekken met zonnepanelen. dan. Ja, waar moeten mensen dan het zonlicht vandaan halen? Van de zonnebank? Ja, maar die zonnebank kost energie. Ja, dan ben je toch gek? En de VVD die brult dat hoor. En die man hier in Gelderland van de VVD die had het over. Uh, dat iedere inwoner van Gelderland. die moet dan op termijn 100.000 euro uh, gaan ophoesten. of dat wordt namens die persoon geleend. bij een of andere financiële instelling. tegen een aantrekkelijk rentetarief. En dan gaan we lekker zonnepanelen aanschaffen. en installeren. Dan wordt 60% van Gelderland volgepland met zonnepanelen. Nee, dat zullen die boeren in Te Borg leuk vinden. Of Twello. Dat je hier in Arnhem 60% van het oppervlakte... want in de steden moet je dan ook 60% pakken. Als je het in de steden niet doet, dan moet je op de landbouwgronden 80% gaan pakken. Nou, dan worden die boeren helemaal pist af. Misschien moet je wel zeggen, nou ja, dan gaan we de steden doen we 100% afdekken. Ja, dan zet je heel Arnhem in de schaduw. Dan is het overdag hartstikke donker hier, snap je? Om dan maar te zwijgen over de nacht, want dan, ja, dan is het nu al donker. Hè? Maar overdag is het dan donker. Ja, maar dan doen we toch lampen aan? Ja, maar dat kost energie. Hé? Dus dat kan niet. De hoge velen we, 60%. Die bomen allemaal kappen. Al die bomen kappen. En dan zonnepanelen plaatsen. En dan hebben we genoeg om Arnhem, om, Arnhem, om Gelderland te voorzien van de hoeveelheid energie die Gelderland, Gelderland nodig heeft. 60% van het oppervlakte. Ik heb het uitgerekend. En dat kost 100.000 euro per inwoner. Dat plan van de, van de VVD. Dan is er een ander plan en die zegt: nee, het is niet zo duur hoor. Het is maar 35.000 euro per inwoner. Tja, maar 35.000 euro heb ik niet liggen hoor. No way, Dag en het even weten. En dan heb je zo'n partij als de PVV. Ja, en die. In principe spreekt, spreekt Geert Wilders de waarheid. Alleen het komt er niet echt lekker uit hoor. En Geert Wilders er blijft dan steken in zoiets als uh, hij heeft gehoord. Dat planten CO2 absorberen? Ja, ik zou het niet zo formuleren. Ik zou zeggen: planten absorberen CO2 als ze groeien, als ze willen groeien. Anders gezegd, als een plant geen CO2 absorbeert, dan kan die plant niet groeien. En als er dus geen CO2 in de atmosfeer zit, dan groeien de planten niet. En als de planten niet groeien, dan kunnen wij geen uh, aardappelen eten en uh, al die andere dingen. Paprika's en. Hè? Ja, dan groeien wij ook niet meer. Met andere woorden, dan krijgen we hongersnood. Ja. Zou alle CO2 uit de atmosfeer halen hier in Nederland, stel dat dat mogelijk zou zijn. Ja, dan gaan wij dood. Dat zou Geert Wilders moeten zeggen. En niet dat hij dat gehoord heeft. Nee, Geert Wilders die gaat maar netjes naar de Havo. Even opnieuw in de klas zitten. Dus ik heb dat geleerd in drie Havo, vier Havo. Nu werd het mij verteld: want plantjes hebben huidmondjes. En die absorberen CO2. En bij dat reductieproces. Er ja, komt zuurstof vrij, dat is ook het verhaal dat planten zuurstof produceren. Ja, die produceren alleen maar zuurstof als groeien. Ja. Dus een groeiende plant produceert zuurstof. Want die reduceert CO2 tot koolwaterstof. En s'nachts uh, produceren ze geen zuurstof, bijvoorbeeld. Dat kan niet, want s'nachts stopt de fotosynthese. Foto's betekent licht. Het is een synthese van koolstof en waterstof. Dat wordt gesynthetiseerd tot koolwaterstof. En daarbij komt die zuurstof vrij. Maar ja, daar heb je licht voor nodig. Dus overdag produceert een plant zuurstof en s'nachts niet. Sterker nog, s'nachts produceert een plant in enige mate CO2. Klein beetje, maar. Dat je het even weet. Ja, ik weet dat als vanaf drie Havo, vier Havo. En toen was ik. veertien, vijftien. Nou, Geert Wilders is. lijkt me wel een paar jaar ouder, hè. Maar die zit nog in de fase van. Ik heb gehoord dat. Ik weet het dus niet zeker hoor. Het is van horen zeggen. En Cheri Baudet met zijn FVD, ja, die blijft maar roepen, het is een hoax, het is een hoax. Maar, maar kom nou een keer met, met een goed verhaal. Er is een andere waar Cheri Baudet echt bij stil mag staan. Is dat de laatste op het internet? Er was een of andere godsdienstoorlog. De, de, de christenen werden in de pan gehakt door een stelletje mohammedanen. En dat kwam dan door de klimaatverandering. Ja, dat stond er echt toe. Want wat was er nou gebeurd? Die Mohammedanen die woonden in het noorden van Kenia, Somalië, zeg maar. Eritrea. En daar was een, een periode van grote droogte uitgebroken, want er groeide er dus helemaal niks meer. En toen zijn die Mohamedanen naar het zuiden gegaan. Ja, daar zaten die christenen. En toen dachten die Mohamedanen: nou, dat is een makkelijk probleem, we slachten ze allemaal af. En dit is het land van ons? En dan wordt er rustig gezegd: uh, ja, die godsdienstoorlog. Dat, uh, dat kwam dus door de klimaatverandering. Nee, in Afrika hebben ze heel vaak al droogtes gehad. Houd toch op? Het is typisch een land of een continent. En af en toe heb je bakken, bakken, bakken water. En dan is er weer een tijdje ja, geen reet te beleven. Qua regen. Nou, als wij daar gewoond hadden, wij waren als idioten begonnen met uh, allemaal koilen te graven. Zeker als je daar een paar Duitsers bij hebt, hè? die gaan we van die koilen graven. Nou, wij graven een aantal van die, van die kale. Die pletteren we vol met iets van een betonlaagje erin. En dan maken we van die ja, dat heet opvangbassins. En dan laten we volstromen met het regenwater tijdens de een of andere natte periode. En dan moet je het afdekken met een, met een dekzeil. Zodat het niet allemaal verdampt in die hitte daar. Dan heb je water genoeg. Voor als het droog is. He? En een beetje rekening houden dat je daar niet te veel kinderen bij elkaar neukt. Dat is ook iets wat ze daar heel anders over nadenken. Weet je nog dat we live Aid hadden? Met die vent Bob Geldof van de Boomtown Rats. Van I Don't Like Mondays. En Bob Geldof, Sir Bob Geldof van mijn live ate. Oh. Moest er ook zo'n regio gered worden in Afrika waar de kinderen met uh, die udeem, uh, buikjes in de ronde liepen. Oh, wat zielig, oh, wat zielig. Nou, die uh, regio heeft inderdaad een ongelooflijke bak voedsel heb gekregen. Dus er was de hongersnood voorbij. Inmiddels is die bevolking daar verdrievoudigd, verviervoudigd of nog erger. En nu hebben ze weer uh, ja, een periode van grote droogte. En uh, ja, er dreigt weer een hongersnood. Maar nu een hongersnood onder een bevolking die drie, vier, vijf keer zo groot is. Ja, halleluja, prijs de Heer. En dat is allemaal de schuld van, van ons? Dat wij Renault Clio heen en weer tuffen? Ga toch weg. Dat is, dat is, ja, je kan overal wel een probleem van maken. Dus dit dan over de Europese verkiezingen. Absoluut geen VVD-stemmen, want die, uh, die gaan Nederland in de afgrond uh, brengen. Met 60% van het landoppervlak af te dekken met zonnepanelen. Ik vind het misdadig wat die mensen van plan zijn van de VVD. Ik vind dat die partij verboden moet worden. En dat iedereen die VVD gestemd heeft in zijn leven, dat die onderworpen moet worden aan een psychiatrisch onderzoek. Wat spoor jij wel, knaap? Of meid? Je gaat er niet stemmen op een partij die van, zin, die van plan is om Nederland helemaal kapot te maken. Want als je 60% van Nederland, van het landoppervlak, gaat afdekken met zonnepanelen, ja, dan zullen wij voedsel moeten gaan importeren uit het buitenland. Ja, maar waar gaan we dat van betalen? Waarvan? Wat blijft er voor ons over als, als verdienmodel? Oh, we hebben toch die zonnepanelen? Ja, dat is voor onze eigen energie. En wij hebben, wat hebben we nodig? 3,2 exajoule per jaar. Dat is 3,2 uh, keer een, een 1 met 18 nullen. Als je zegt 3 exajoule, dat is een 3 met 18 nullen. En ja, heel wat joultjes. En momenteel produceren we dat, uh, die, die exajoules. Met aardolie en aardgas. En het gaat allemaal prima. En een heel klein beetje zonne-energie en een heel klein beetje windenergie. Maar dat zet helemaal geen soda aan de dijk. Dan heb je het over procenten, man. En wat de VVD wil, nou, dat slaat ze helemaal nergens op. Nou, en de PVV en de FVD, nou, in principe hebben ze het bij het juiste eind. Het slaat allemaal nergens op, maar breng dat wat overtuigender. Waarom slaan Geert Wilders en Thierry Baudet dan niet de handen in elkaar... en pletteren ze één mooie website met even de feiten op een rijtje? De zeespiegel stijgt met een centimeter de komende vijftig jaar. Er is dus niks aan de hand voor een land als Nederland... en ook niet voor België, zeer zeker niet voor Luxemburg en ook niet voor Kenia... Of de Centraal Afrikaanse Republiek, of Bolivia, of Vuurland, of Madagaskar, of Indonesië. Gewoon helemaal nergens niet. Die zeespiegelstijging is geen probleem. En dat Groenland, dat, die ijskap daar, die is aan het verdwijnen. De Kilimanjaro, by the way. Ook, het ijs daar wordt minder. Maar nou, nee, maak maken hem uit. Besef dat Groenland, dat was vroeger in de, in de middeleeuwen, in de middeleeuwse warme periode, lag er ook geen ijs. Toen zijn die vikingen er nog naartoe getrokken om te zeggen: ja, uh, wij zijn de vikingen en uh, ja, wij komen hier ook lekker wonen. Oh, trouwens, van de mooie vrouwen. Nou, die gaan we even neuken. Uh, zo waren die vikingen. Hebben ze in Nederland ook gedaan, hoor. Weet je nog, was het ook weer... Uh, Daar kwamen ze ook weer naar binnen, bij uh, ergens in de buurt van Utrecht. Ik, ik weet dat er zo'n zo poster hing uh, op de lagere schaal. Uh, de vikingen kwamen binnen bij iets van Doorspijk of zo. Doornspijk? Doornwijk? En wanneer zijn de vikingen weggegaan? Helemaal nooit. Ja, een lekker Hollandse vrouwen gaan wipperen. <laughs> ja. ja. Die vikingen zijn dus ook naar Groenland geweest. Ja. Toen het daar wat te beleven was. Tegenwoordig. Ja, nu dus inmiddels weer wel. Want is weer, er liggen delen van Groenland. Dit zijn weer... Ja, daar kan je weer wat mee doen. Dat ijs is weg. Dat is er helemaal niet erg? Op Antarctica is de ijslaag aan het groeien... Een hele tijd. Nou, in de Noordpool. Ja, dat ijs wordt minder. Maar dat is geen landijs. Dus als dat ijs smelt. Ja, dan gaat de zeespiegel niet van stijgen. Dus. En een zeespiegelstijging van 10 centimeter in uh, 50 jaar. Nou, waar maak je nou zorgen over, man? En het is nu dus over de afgelopen 100 jaar. Is het 20 centimeter gestegen. Ja, dat wil niet zeggen dat het in de komende 100 jaar weer 20 centimeter gaat stijgen. Waarom? Want we merken aan dingen als het klimaat, want dan wordt het weer wat warmer en dan wordt het weer wat kouder en dan wordt het weer wat zus en dan wordt het weer wat zo. Het schommelt. Ja, dan nemen de zonnevlekken op de zon weer toe en dan nemen de zonnevlekken op de zon weer wat af. Dan moeten we daar uh, allemaal voor gaan schuilen onder de, de eetkamertafel. Oh, de zonnevlekken nemen toe. Oh. Natuurlijk nee, niet. Gewoon een beetje rustig aandoen. Een beetje kalm. En die rare politici die allemaal zo graag uh, klimaatalarm willen brullen. Gewoon geen aandacht meer aan schenken. Niet op stemmen. Niet doen, geen VVD stemmen. Ik denk dat D66 ook zo'n klimaatidioot uh, toestand is. Net als de VVD. CDA zal ook wel meelopen brullen. En dan alleen als dus de PVV en de FVD, die geven nog iets van een tegengeluid. Nou, en dat mag wat professioneler. Ik hoop dat ze dat gaan doen. En niet van uh, dat Geert Wilders zegt van. Ik heb horen zeggen dat uh, planten CO2 absorberen. Nee, daar komen we er niet mee. Meneer Geert Wilders van de PVV. <laughs> hey, reuze bedankt voor het luisteren. Dit was een uitzending over de aanstaande Europese verkiezingen van 23 mei 2019. Met het onderwerp klimaat en CO2. En de VVD. De PVV en de FVD. En op zijn hamburg zeg ik tjus. En maak je geen zorgen over het klimaat of de CO2.